Het is fantastisch dat we dat hier voor elkaar hebben gekregen 20 jaar geleden. Het is ook voor elkaar gekomen door een samenwerking tussen de provincie en de gemeentes destijds. Nou, u weet misschien, samenwerken valt niet altijd mee, maar ik ben er dan ook ontzettend trots op dat dat al 20 jaar goed gaat tussen de gemeentes Teylingen, Leiderdorp ook, Leiden en de provincie Zuid-Holland, dat die boot er is en dat die vaart. Zelf fiets ik ook graag en ik ken ook de waarde van zo'n veerpont. Want als je op een mooie zomerse dag, die we hopelijk nog veel zullen krijgen, langs het water fietst en je wil ergens overheen en dan komt dat pontje in zicht, dan is dat een heel warm gevoel. Het zijn vaak wat kleinere schepen, wat oudere schepen en met een fijne veerbaas. Je kunt even rust nemen op die pont. Je geniet even van het water en aan de andere kant van het water ga je door. En nou, ik kan nog meer vertellen over veerponten. Die hebben natuurlijk ook een hele symboliek in het leven. Daar zal ik niet op ingaan. Ik hoop zelf dat onze veerpont nog heel lang zal varen met jou, James, als schipper. Vorig jaar was er een van die momenten die ik heel erg vond. Dat wil ik toch even memoreren. Er is een moment geweest dat James hier in de caravan, dat daar gas in is geweest. En dat is gewoon levensbedreigend geweest. En we zijn ons daar helemaal rot van geschrokken. En we zijn ook ontzettend blij dat we dat nu... En James, je moet me straks nog maar eens vertellen wat er nog meer niet goed is. Nog. Maar ik wil dat graag voor zijn. Nu ziet het er gewoon strak en patent uit. Ik ben net op de boot geweest. Die ziet er ook fantastisch strak en patent uit. En nou, nogmaals, ik denk dat wij met alle gemeentes en met de provincie ontzettend blij zijn dat jij hier zo klantgericht altijd de mensen overbrengt. Ik denk dat het succes van de veerpont van twee dingen afhangt, namelijk van jou en van het weer. En daar kan jij niks aan doen. Dus, maar jij doet er echt alles aan. Daar zijn we je ontzettend dankbaar voor. En we weten ook dat je er zelf heel veel plezier aan beleeft. En daar ben ik ook heel gelukkig mee. We hebben voor jou een paar cadeaus. Dat is allereerst een waanzinnige bos bloemen. Die krijg je hier van Vera. Ja, hartstikke bedankt. Even graag. We hebben hier een symbolische pluim, heet dat. Omdat jij gewoon een dikke 10 met de griffel haalt met de manier waarop jij hier met volledige inzet je werk doet. Zeer bedankt daarvoor. Een cadeauban nog erbij. En ik heb net toch nog uit mijn persoonlijk archief. Want de zeil doet meer dan. De zeilbedrijf doet meer dan alleen de veerpont. We maken ook chocola. En ik dacht, ik moet iets meenemen. En dat is deze doos. Ja, dankjewel. Met chocola. Dankjewel. Ontzettend bedankt. Ik wil zo heel graag het woord geven aan de wethouder van Teylingen. Maar alvorens ik dat doe, wil ik u allen iets vragen. Ik vind namelijk dat we op zo'n verjaardag met z'n allen iets moeten doen. En dat is lang zal ze leven zingen. Dus lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. James, ontzettend bedankt dat je voor ons allemaal en nog veel meer mensen elke dag dat je je werk betekent. En nu graag het woord aan de wethouder van Teylingen. Even kijken, ja, dat is Kees van Velsen. Alsjeblieft, dat is voor de radio. Dat ik had hem al door, hij versterkt hier in ieder geval niet. Nee. Ja, ik ben aansluitend bij de woorden. Ook vanuit de gemeente Teylingen zijn wij ongelooflijk blij en trots met deze veerpont. En niet in de laatste plaats met deze veerman. Want net zei iemand van, ik kan me niet herinneren dat in die 20 jaar dat ik ooit een andere veerman op die boot heb gezien. Alleen maar James. Ja, nooit ziek geweest. Hij is er altijd. 6 dagen in de week. En hij vaart maar door. En als het heel druk is, dan zijn ook werktijden niet zo belangrijk voor hem. Maar ik zou het niet zo specifiek even over jou, James, want gezien de belangstelling denk ik dat iedereen buitengewoon blij is met jou, met al je werk wat je doet en met al die mensen die dagelijks heen en weer gaan en vooral in de weekenden. Maar ik wil het vooral even hebben over het belang van die
veerpontjes die we hebben en die veer mannen die daarop zitten en soms nog wel veer vrouwen op andere pontjes. Want hoe ga je om de kaag heen? Dat kun je alleen maar doen als je een paar keer over het water moet. En als we praten over een rondje kaag bijvoorbeeld, wat iedereen ongelooflijk belangrijk vindt en waar we vaak vragen over krijgen, bestaat het, kan het? En dan geven die routes ook aan en het zou wat mij betreft op zo'n kort mogelijk termijn een soort landelijk bekende route moeten worden, dat je met het veerpontje over de Zijl, met het veerpontje van Oud-Aden naar Kaag-Eiland en met van Kaag-Eiland naar Haarlemmermeer, de grote pont, dat je daarmee fietsend, wandelend, een rondje kan maken om die kaag heen en dat hele gebied vanaf de wal kan bekijken. Nou, dat geeft het al aan. Ik was hier van de week eventjes en als je dan bij die pont komt en ziet wat je allemaal kunt bereiken als je oversteekt van Lisse, Teilingen, Warmond, Voorraad, Noordwijk, nou, hoe meer plaatsen hoe beter, dan geeft dat al aan dat het een ontzettend belangrijke route is. En op deze plek zal in ieder geval nooit een brug komen. Die afstand is te groot en je komt ook weer in een landelijk gebied terecht. Dus in die zin is dit denk ik een soort levensader, een verbinding met Teilingen, met Leiden-Dorp. En we werken op dit moment alweer een groot aantal jaren samen met de gemeente Leiden in de Leidse Ommelanden. En ook daar zie je dat die verbindingen, die stad, die is, een stad is een volgebouwd gebied. En dat die mensen uit Leiden vandaan ook ruimte nodig hebben. En die ruimte die vinden ze in die ommelanden die om die stad heen liggen. Maar die moet je wel kunnen bereiken. Hoe kun je Koudenhorn vanuit Leiden bereiken? Nou, dat is natuurlijk uitstekend via dat veerpontje, want daarmee kom je in Warmond, daarmee kom je in een fantastisch mooi dorpje en met heel veel recreatiemogelijkheden. En daarmee kun je ook dat hele bolstreekgebied weer in fietsen. Dus een ontzettende belangrijke ader en die wordt nu al 20 jaar in stand gehouden door James. Ja, dankjewel. De route is een keer verlegd en die was een groot tegenstander ervan. Ze wilde aan de overkant een keer een jachthaven neerleggen. Ja, nee. Daar was je ook tegen. Geen jachthaven. Geen jachthaven. En je hebt ook weer gezorgd dat die route terugkwam naar de bekende plek waar iedereen in feite wil oversteken. Met jullie hulp. Dat hebben we graag gedaan. Ik heb je voor het eerst gezien toen je insprak in de gemeenteraad. En ik denk dat je met hart en ziel op deze plek aan het werk bent. En dat je dan nog heel lang gaat volhouden. En wat ons betreft mag je daar tot aan je pensioen blijven zitten. Ja, dankjewel. Heel veel succes. En ook ik wil niet gaan zonder een cadeautje. En toen dachten we, wat moeten we James nu geven? En toen dachten we, hij is altijd zo druk bezig en vaak tot later op de dag. Wij dachten van, gaan we eens een keer lekker eten op je 20e jubileum. Ja, dat is leuk.